Dit is een Pieter Rombouts, Amsterdamse vioolbouwer. Instrument uit 1705. Oud, hè? Bach was 20 toen dit instrument gemaakt werd. Ik ben lang op zoek geweest naar een oud instrument. Ik wilde heel graag een instrument van een Nederlandse bouwer. Jacobs of een Rombouts, maar ze zijn heel kostbaar. Ik had een bouwer in Amsterdam, had ik ooit eens gevraagd, goh, mocht je op een veiling nou een mooi instrument tegenkomen waar ik barokcellen op kan spelen, hè? Bel me dan. En toen was hij in Lyon op een veiling. En toen belde hij me. Hij zei, ja, ik heb hier een Pieter Rombouts. Toen heb ik hem gekocht, zonder gezien te hebben. En nou, in het begin klonk hij helemaal niet. Ik heb jarenlang toch een beetje een haat-liefdeverhouding gehad met het instrument. Want hij is een beetje weerbarstig. Maar steeds als ik dan weer naar een vioolbouwer ging, zei ze, nee, Lucia, dit instrument moet echt goed kunnen klinken. En dan moet je blijven zoeken. Je moet niet opgeven. Dit is een goed instrument. En toen hebben we met het vinden van een andere kam, het uitproberen van verschillende stapels. De stapel is het houtje wat het boven- en het achterblad met elkaar verbindt. En de trillingen dus, hè, van het achterblad weer op het bovenblad brengt. Heb ik een hele dag met de vioolbouw van alles uitgeprobeerd. Ja, en nu ben ik zo blij met het instrument. Dat heeft het geluid heel erg veranderd. En de kam, hè, dus waar die vier snaren op liggen. Ik heb nu het is een nieuw gemaakte kam, maar het is een heel oud model. En ik denk deze cel, omdat hij zo oud is, 1700, past dat geluid heel goed. Het is een heel groot instrument. Hij wordt wel eens de dikke dame genoemd. Nou, kijk, die krul, die is origineel. Heeft Pieter Rombouts gemaakt. En wanneer vioolbouwers daarnaar kijken, dan zeggen ze, ja, je kunt zien, die man had dus een vaste hand. Dat is zo mooi gemaakt. En daar zie je dan de meester. Ja, robuust, heel eerlijk. Het is echt een Nederlands instrument. En ik ben ook wel eens op zoek geweest naar een bepaalde klank. Zoals ik zei, ik had een beetje een haat-liefdeverhouding met het instrument. En toen zei ooit eens iemand tegen mij, ja, Lucia, de Rombouts, dat is een griffemeerd instrument. Daar moet je geen Italiaan van willen maken. En zo is het ook. Hij heeft een heel bijzonder geluid. En daar zit een zekere eenvoud misschien ook in de klank. Maar hij is heel eerlijk.